Go! Oké, Ed. Blok 5, schop 5. We hebben de medicatie net gegeven. Andere ronde herhaalt 150 QT. En we hebben 1 milligram adrenaline gegeven. Ik denk dat het tijd is om de 4H's en 4T's te doorlopen. Om eens te kijken wat er aan de hand is. Even kijken hoor. Hypoxie. Zit er genoeg aan de bufferzak? We halen nu wel met 100%. Half vol. Half vol, daar kunnen we nog wel even mee doen. Dus dat lijkt me voor nu goed. Even kijken of de borstkas op ook. Borstkas komt op, maar er gaat genoeg lucht in, dus we behandelen dat goed. Hypovolemie. Het verhaal is niet echt naar een hypovolemisch verhaal. Meneer is plots gecolloreerd. Ik kan wel wat dingen meten, ik kan even de buik voelen. Het wekker voelen is stabiel. Ik zie verder geen bloedingen, daar hebben we geen aanwijzingen voor. Dus hypovolemie denk ik niet echt aan. Even kijken, hypokalemie, metabole afwijkingen. Daar kunnen we hier in de thuissituatie weinig aan meten. We kunnen wel zometeen een wedstrijd glucose doen. Dan kunnen we aan de tweede auto vragen om in ieder geval glucose te bekijken. Een hypothermie. En dan heb je thermometer gevolgd. Normotherm, dus dat is niet het probleem waar je nu van in een arrest gaat. We kunnen de medicatie geven volgens het protocol. En we denken een spanning, tensiepneumothorax, spanningspneumothorax. Ik kijk even, we zien de borstkas goed beidezijds komen. En dan komt er, een RCP is opgestegen, hè? 3,2, dus dat stijgt iets, maar het is niet echt aannemelijk. Volgende keer dan ga ik even luisteren. Een tamponade, nou dat kan ik niet echt uitsluiten. Ik heb geen echo, die ga ik ook nu niet laten komen. Ik hoor beiderzijds aardig waar inkomen, dus die tensiepneumothorax denk ik ook niet direct aan. Okay, de tamponade wat had, tromboembolie. Nou, meneer had primair kamerfibrilleren, is inmiddels 5 keer geschopt. Daar wil ik toch op inzetten dat er een coronair cardiaal probleem is. En toxines. We weten verder niks van die meneer, geen medicatie gebruiken of omstandig. Dus mijn primaire probleem is denk ik een tromboembolisch proces waarbij die kamerfibrilleren nu in arrest zit. Dat is eigenlijk, wat zijn we aan het behandelen? Nou, we zijn gewoon aan het resusciteren, daar moeten we gewoon mee doorgaan. Hoe is dit de tijd, hè?